Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een in the house video voor jullie. En ik sta nu nog buiten, maar we gaan nu naar binnen. En dit is onze woonkamer. Dit is onze woonkamer. En we gaan nu eerst even naar de keuken. Zo ziet onze keuken eruit. En kijk. Het belangrijkste kastje van de hele keuken is toch onze chipskast. En natuurlijk staan hier ook mijn geweldige, lekkere sojabakkoekjes. Alleen, zoals je ziet, zijn ze al een beetje op. Dus ik ga weer even nieuw halen. En we hebben nog een lekkere chipsla. En we hebben deze ook nog. We hebben er eigenlijk twee. Dus dat was onze chipskast. En dit is de koelkast van mijn vader en moeder. Dit is de wijntjeskast voor de drankjes die mama en papa lekker vinden. En dit is onze koelkast. Haha. En dit nemen we ook altijd mee als we naar school gaan of als we naar tennis gaan. Neem we altijd lekker mee. En we hebben een kleine oven. Kijk maar. Voor een kleine kip of zo. Weet niet. En we hebben een grote oven. Even kijken. Zo ziet hij er van binnen uit. Voor een grote kip. Kan mijn moeder lekker braden. Dus dit was onze keuken. Nou, ik loop nu net de tweede trap op. Want ik slaap op zolder. En dan moet ik als enige de twee trappen op. En dan ben ik helemaal buiten adem. En dit is mijn kamer. Zo is mijn kamer eruit. En dit is mijn lekkere bedje. En die slaap ik altijd lekker 's avonds. En ja, beneden doe ik dan altijd mijn kopje thee. Maar af en toe als ik echt heel moe ben, ga ik gewoon even een beetje liggen. En dan geef mijn moeder altijd hier lekker een kopje thee met iets lekkers. En ik kijk hier eigenlijk wel altijd gewoon tv. Want ik heb gewoon een tv op mijn kamer. En ik heb nog een paar leuke foto's voor jullie, dus ga ik jullie nu even laten zien. Zo. Nou, dit is natuurlijk mijn juniorsongfestivalfoto waar ik nu dus mee bezig ben. En hier ging ik optreden in Park Schouwburg, net zoals hier. Dus ik ook in Park Schouwburg. Het zijn twee dezelfde gelegenheden, maar dan twee andere foto's. Hier ben ik op vakantie, toen was ik ook nog heel klein. En hier ben ik met mijn beste vriendinnetje op de basisschool. En hier ben ik met mijn opa. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik ook meegedaan aan de Voice Kids. Kijk, en toen had ik, zeg maar, toen ik werd verrast dat ik naar de Blijten Dishes mocht, had ik dit bord gekregen. En dat was zeg maar zo, bij de tennisbaan. Toen werd ik gevraagd om ballen aan te spelen naar de kinderen. En zei ze, nou Sina, kom maar hier ballen aanspelen. En in dat karretje waar die ballen in zaten, haalde mijn meester dit bord eruit. En zei hij, gefeliciteerd dat je door bent naar de Blind Editions. En toen was ik echt zo blij, echt waar. Ik schrok me echt kapot, want ik wist echt niet wat er ging gebeuren. En toen dit ineens, ik vond het echt geweldig. Ik ben weer beneden. Ik ben op de eerste verdieping dan. En ik ga nu even de kamer laten zien van mijn zusje. Nou, hier slaapt ze dus. Dit is de kamer van mijn zusje. Fenna. En we gaan nu nog even naar de kamer van mijn andere zusje, Valente. Hier slaapt mijn zusje. Nou ja, Valente dus. Staat ook op die muur. Ja, hier slaapt ze dus. En zij schrijft altijd, zeg maar, op dat krijtbord daar. Schrijft ze altijd, zeg maar, iets liefs als ik ergens aan meedoe. Of als ik ergens aan meedoe. Bijvoorbeeld nu het Junior Songfestival. Schreef ze bijvoorbeeld gisteren op I love you, Sina. Met Junior Songfestival. I love you. En zo. Dus nu ga ik het even bij haar doen. Oké. Wat zal ik schrijven? Oké, ik ga even wat liefs schrijven. I love, I love you, I love you, Folly. Zo. Ja,
ze heeft ook allerlei bijnamen net zoals ik. Want ik heb natuurlijk sinaasappeltje, sinaapientje, Kelsie. Ik heb al lang verteld. En zij heeft dus ook bijnamen. Dus daar was ik ook wel blij mee. Valley, Val, Lente. Ja, ze heet natuurlijk Val Lente. Val Lente. Oké, we zijn weer beneden. En hier op de hal zijn trouwens ook nog een paar leuke foto's. Dus ik ga je ook even laten zien. Nou, dit zijn de foto's waarop ik het had. En dan ga ik even hier beginnen. Dit is mijn moeder en dit is mijn vader. En ik heb echt de best parents ever. En hier, ik zal even de foto pakken. Als ik hem kan pakken, ja. Hier was ik 9. En toen won ik Horen heeft talent. En toen had ik €500 gewonnen. En ik was echt zo blij. Echt waar. Het was echt heel erg cool dat ik dat had gewonnen. En dan gaan we even hier naartoe. Hier waren, hier ben ik en dat is mijn zusje. En toen was mijn andere zusje nog niet oud genoeg om ook bruidsmeisje te zijn. Want wij waren bruidsmeisjes bij de bruiloft van mijn oom en mijn tante. En hier ook stonden we bij de bruidsauto met z'n tweetjes. En dit is mijn opa en dit is mijn oma. Oh, hoe zag ik eruit toen ik klein was? Toen heb ik nog korte haren en krulletjes. Oh, dat wil ik eigenlijk nu weer, maar ja, ik twijfel hoor. Nee, grapje, ga ik niet doen, maar ik vond het zo grappig. Oh. Nou, ik ben weer in de keuken en ik ga hier altijd zitten, 's ochtends. Als ik nog de laatste huiswerkdingetjes of toetsdingetjes of mijn laatste liedjes door moet nemen, dan ga ik altijd hier zitten in de keuken. En eigenlijk aan de overkant staat dan altijd mijn moeder. En dan zitten we altijd gezellig te kletsen. En als ik dan. Ik ga ook altijd hier zingen. Dan zit ik altijd hier met mijn nep microfoon. En dan ga ik altijd lekker zingen. Doen we altijd gezellig samen. En zeg maar, als ik dus ga zingen. Of als ik liedjes ga luisteren. Of als ik filmpjes ga kijken. Dan ja, als mijn ouders er last van me hebben. Dan doe ik altijd mijn koptelefoon op. En dat is lekker rustig. Nou, was dat hier rustig? Nou, ik vond het wel hoor. En wat ik zeg maar hier ook altijd doe, dat is eigenlijk 's avonds, niet 's ochtends. 's avonds bedoel ik, dan zit ik hier ook altijd filmpjes te kijken. En dan doe ik eigenlijk altijd op gevoel, doe ik dan mijn granaatmasker op. En het is eigenlijk top secret, hoe ik het straks heb gezien. Dus niet doorvertellen. Oké, ik ga het voor jullie doen. Even geduld, want het ja. Oké, gaat ie. En nu laat ik eigenlijk een beetje op een geest. Ze noemen me altijd een geest. En lekker op een geest. Zal ik het nog een keer doen? Dan ligt dat helemaal in de deuk als ik dit doe. Nou, zo ziet een granaatmasker er dus uit. Klaar, doei!